van het publiek in Duitsland. Zodra straks het licht en zo wat ieder huis brandt. Laat je dan gaan, laat de leeuw in je los. Arjen Robben stuurt ze meteen naar het bos. Daar is Van Nistelrooy, ja hij is dit te mooi. En voor Khalid Boularus is elke spitse prooi. Matthijs is van Persie, Maduro en Kromkamp. Johnny Hattie gaat die aanvallers in de grond stampen. Van der Vaart en Lang zaad op het middenveld. Philippe Cocu is altijd controlerend ingesteld. Deze jongens halen de finale plaats. En de rest van de wereld is zwaar verbaasd dus. Gaat op de lat, maar in de rebound maakt Wesley Sneijder het af. Hij wordt besprongen door Babel en Vellegor of Hesseling. Twee grote gasten, damn, dat lijkt me best wel link. Net als Jardine Sint Giovanni van Bronckhorst. Ze rennen heen en weer net als een motor die rondkrost. Oier neemt de map en speelt de map op de kler. Hij wordt gedirigeerd door Nederlands langs de ster. En Hip van de Sar, dan gaat er heen als je durft. Hij wordt bijgestaan door Timmer en Stekelenburg. 23 gasten die met Marco van Basten de beker gaan halen, wat we al jaren op wachten. Kom op, een kampioen. Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen. Survive.